radiator aangesloten. En die stabiliseert redelijk rond de 60 graden. Dus dat helpt. De motor kan nou blijven draaien. Maar hij is nog erg instabiel. De carburateur heeft helaas wat last van warmte doortrekken. Dus daar moet ik ook nog mee aan de gang. Maar hij gaat wel iedere paar minuten wat lichter lopen. En ik zie ondertussen de olie alweer wat donkerder worden. Dus dat is... hij zal nu misschien 5 à 10 minuten looptijd hebben. Dan zal de tweede oliewissel erdoor gaan. Want zonder filter vind ik dat toch wat eng. Nou, kijk, en dan loopt hij weer in toeren op. Dat is net alsof hij steeds lichter gaat lopen. Als je hem nou laat gaan, dan draait hij over een minuut draait hij weer sneller. Mooie 60 graden.